satirisch tv-programma Koefnoen is na 16 succesvolle seizoenen op het toneel te zien. En deze dinsdag en woensdag ook hier bij Stadsschouwburg Nijmegen. Maar voor die rode gordijnen opengaan, ga ik de makers eerst vragen wat we van Koefnoen live kunnen verwachten. Hoi. Hi. Hi. Hoe gaat het eigenlijk, het repeteren? Nou, hartstikke goed. We zijn eigenlijk een voorstelling die we vorig jaar al gespeeld hebben, weer aan het hernemen. Dus dan, wat deden we daar ook alweer? En sommige dingen een klein beetje aangepast weer. Ja, want jullie hebben deze voorstelling vorig jaar 60 keer gedraaid. Dus dit is het staartje van die tour. De voorstellingen die we vorig jaar niet hebben kunnen spelen vanwege corona, die halen we nu in. Zodat mensen alsnog naar die voorstellingen kunnen die ze ooit hadden bedacht. Maar ook mensen die vorig jaar niet hebben kunnen gaan, die kunnen nu alsnog komen. Ja, en jullie staan er onbekend om echt de actualiteit op de hak te nemen. Een kritische knipoog, zo zie ik het. Welke verhalen gaan we nu dan zien? Want er zijn natuurlijk wel dingen veranderd, hè? Als je het vergelijkt met vorig jaar. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, maar het verschil met de theatervoorstelling is wel, met het televisieprogramma maakten we wekelijks een programma. En dus zat je bovenop het nieuws van die week. Het theaterprogramma geeft iets meer de trends aan van deze tijd. Dus het is niet meer dat we echt bovenop het nieuws van die week zitten. Het gaat meer over wat speelt er nu in de maatschappij. Dus, dat gaat meer over verschijnselen. Dus we hebben bijvoorbeeld de oude avond van de school. Dat is een serietje wat we ooit hebben gedaan in Koefnoen. En nu over de dingen die dan nu spelen. Gaat het schoolreisje nog wel door, hoewel het crisis is? En zijn de toiletten wel genderneutraal geworden? En al die vragen. En daar hebben we het dan over. Of bijvoorbeeld bij zijn Marten en Oopjen van Rembrandt. Wij stappen uit het schilderij. En rappen dan over onze bevoorrechte positie, want schilderijen die worden natuurlijk voor de klimaatramp behoed, want ze worden in klimaatveilige ruimtes bewaard en zo. Dus ja. We hebben daar een rap over met een hele crew dance erbij en zo. Op die manier doen we iets met de actualiteit. En zijn dat dan de bekende gezichten die deze verhalen dan vertellen, zoals het ANWB-koppel? Ja. En er zitten eigenlijk geen imitaties in, wat we vroeger ook wel vaak in het televisieprogramma deden. Maar het zijn meer onze eigen types die we regelmatig hebben gespeeld. Dus een aantal die mensen kunnen kennen van televisie. Maar ook een aantal nieuwe types die speciaal alleen voor deze voorstelling gemaakt zijn. Ja, en jullie hebben natuurlijk een hele grote carrière ook op de bühne. Maar Koefnoen was op tv. Nou, jullie noemen het al. Dit is anders, Koefnoen live. Wat is nou de magie van het theater? Wat is nou publiek. Ja. Er zit publiek bij, dat heb je op televisie niet. Dus je hoort hoe het werkt, je krijgt reacties, ze zijn erbij. Je beleeft met elkaar iets op die avond. Dus, en andersom ook, publiek ziet de types die je op televisie ziet, zie je letterlijk voor je ogen gebeuren en veranderen. Want we gaan af en we worden. Backstage is ook een voorstelling gaande. Dan lopen we te hollen en te rennen om weer het volgende type te worden. Dus die transformatie denk ik is leuk voor het publiek ook om mee te maken. Daar hebben we die. Het zijn 15 verschillende scènes, 15, 16. Met allemaal steeds weer nieuwe kostuums en zo. Dus het is een totaal pandemonium topsport. Achter. Ja, het is een topsport. En wat er leuk aan is, is dat aan de bekendere types, zoals het ANWB-echtpaar, Annette, die heroïne hoor, die uit het Nesrin. Daar hebben we mee kunnen spelen. Dus soms gaan ze zingen. Dat hebben we bij de televisie ook nooit kunnen doen. Soms zoeken we een beetje de ontroering op. Dat hebben we eigenlijk in de televisieuitzending ook niet zoveel. Omdat je dan snel je punt moet maken. En dan, omdat het actueel ook was. Dus dat is het leuke van theater. Dat je ook wat meer kanten binnen die types kan. Ja, mensen zijn toch al speciaal gekomen. Dus die investeren iets meer nog in de types die je speelt. Omdat je. Het is niet dat je denkt, ze gaan weg, ze zeppen weg of weet ik wat allemaal. Ze zijn hier al gegijzeld in deze schouder. En je kunt ook dingen doen die op televisie. Kijk, we gaan als de Zeeuwse vrouwen, die hebben een eigen raket laten bouwen en die gaan de ruimte in. Nou ja, je laat het wel uit je hoofd om op televisie een ruimtescène te doen, want dan moet het er wel weer heel goed uitzien. Maar in het theater kan het allemaal iets meer knip- en plakwerk zijn, want dan doe je meer een appel op de fantasie van de kijker. Dat is ook het leuke. Het is een beetje meer poppenkast wat dat betreft. Met welk gevoel willen jullie de bezoeker naar huis laten gaan? Nou, dat is in ieder geval een hele leuke avond. Ja. Zij hebben gehad en van de ene scène in de andere
gegooid zijn en soms ontroerd zijn, soms hard gelachen hebben, soms gedacht hebben waar heb ik nou naar zitten kijken. En, maar wel, wow, wat ging het snel en wat een leuke avond heb ik gehad. Beetje een achtbaan van allerlei gekkigheid en emoties. En dat toch, dat lijkt me een beetje lachen met elkaar om elkaar, zeg ik altijd. Dat is een beetje wat ik oefen, denk ik, in het theater is. Nou, dat klinkt hartstikke leuk. Ja. Is het ook leuk? Ja, dat geloof ik. Kom eens kijken. Maar wat ook nog wel een leuke is, we spelen ook twee nieuwe types, verkeersregelaars. Oh, twee verkeersregelaars. Die zijn eigenlijk vormgegeven aan de hand van een foto die Owen had gemaakt. Owen maakt foto's op straat. En toen dachten we, wat zouden deze mensen nou tegen elkaar zeggen? Het waren twee mannen met dezelfde snorren in hetzelfde uniform. Die een beetje appelig voor zich uit stonden kijken. Wat zouden deze mensen nou tegen elkaar zeggen? En aan de hand daarvan hebben we een scène gemaakt. Dat deden we eigenlijk ook, tenminste, toen fotografeerde ik nog niet zoveel. Maar toen we oefening maakten, je kijkt eigenlijk de hele tijd rond. Wat voor mensen zie je nou? En wat voor, en in welke situatie zou het wonderlijk zijn als je deze mensen ziet? Of staan die voor voor iets groters? Dus je moet eigenlijk... Veel ervan hangt natuurlijk toch af van herkenbaarheid. Dat je een type ziet, denk je, oh ja, zo iemand. Of, oh, mijn tante is precies zo. Ja. Of, ik heb een oom die ook altijd precies dat soort dingen zegt. Dus je haalt je inspiratie echt overal vandaan. Ja, dat is wel het plezier. Dus en dat maakt ook herkenbaar, denk ik, voor iedereen. Want we zijn er niet uniek in, weet je. We kennen allemaal wel een oom die gek doet op een verjaardag. Of een rotwijf in een winkel die alleen maar vervelende vragen stelt en niets koopt uiteindelijk. Bijvoorbeeld. Ik heb een keer een vrouw in een viswinkel gezien. En daar heb ik Guurtje op gebaseerd. Die zit nu in het dameskoor, hardcore, steekt haar nek uit. Want ze wilde die nieuwe dirigent worden. En dat is ook gebaseerd op iemand die ik in de werkelijkheid heb gezien. Waarvan ik dacht, ach, hoe bestaat het? Dus dan heb je een goed houvast. Je mag bij mij zonder QR-code naar binnen. Ik zit in mijn trailer! Later, bitch!